allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag donderdag 5 mei, bevrijdingsdag jongens. Nou, hè, allemaal, nou, hoe zeg je dat eigenlijk? Gefeliciteerd met de vrijheid, dat klinkt een beetje raar. Gewoon, wees vrij, lekker vrij, huppatee, weet je. Maar meid, ik heb weer iets vreselijks. Dat denk ik dat ik kon liggen bij de bibliotheek. Gesloten. Wat is dit? Dus ik kan nou niet hier, ik moet weer naar huis. Het is weer echt waardeloos, jongens. Nou, vergeet even niet te abonneren. En klik even op het duimpje omhoog. Oké, nou, wat is dus het plan vandaag? Wij gaan met Nadine en Christy gaan we gezellig naar een bevrijdingsfestival vanmiddag. Dus daar heb ik ook onwijs veel zin in. Maar ja, je moet wel leren. Er moet gewoon gewerkt worden. En nou, ik ben klaar met leren. De hele ochtend heb ik even examen gemaakt. Engels was dit keer aan de beurt. En nou ja, het is nu alweer 2:30 en ik ga nu naar Nadine en Christy en kijk hoe leuk die vlaggen. Zo gezellig, onze hele straat. Allemaal vlaggen, waanzinnig. Ik kom binnen en ik hoor hele rap muziek. Wat is dit? Ach, nou je hebt je leuke haar. Ja! Ja! Ach, dag jij. Nou, Nadine heeft zijn leuke haar. Ja, ik vind dat zo leuk. Dat je hebt of een doortje of een klep. Ja. Maar dan heeft hij toch extra vleu en jeu. Yeah. Ja. Mikey! Oh, en hoe ziet Chrissy eruit? Ja. Ach, hij ziet er ook heel leuk uit. Met die bezembroek. Bezembroek. Nee. Maar ja, heb jij ook niet zo'n leuke clip in je haar? Of een soort van echt gedold? Nee. Jij bent dan weer leeg boven haar. Boven? Nee, je ziet er waanzinnig uit hoor. Jongens, wat doet die gans daar? Heel raar. Midden in de wadi. Deze hing bij ons in de tuin. Nee, echt? Ja. Oh, dat is meegeroofd. Ach. Ja, stop. Ja. Wat doet die gans? Hi. Hi. Christy zit in zo'n error met hoe dat apparaat werkt. Hoe komt het van studenten? Ja, dat, omdat het een vakantie is. Anders altijd. Drie dagen studenten. Weet ik niet. Nou, hij doet het gewoon niet. Nou, dan is dat apparaat kapot als overmacht. Ik doe maar weg. Gaat ze het weer opladen? Weet je? Wow, wat mooi licht. Mooi hè, maar we moeten er alweer bijna uit. Hè? Ja, maar het gaat om het idee. Voor de terugweg. Ja. Dat was die man. Ik vind het zulk belachelijk raar. Ik wil echt ander haar met mij. Het is te golven. Het, nee, het is too much. Ik vind het leuk, want je hebt nu een too beetje. Too much. We midden. Ja, dat vond ik wel even anders. Ja, elke keer dat ze opzij. Ja. En dan heb je hier zo'n koude. Ja, maar ik vond het leuk zo, een beetje gunnetje. Ja. Ik lijk net de zee, die haarkleur klopt nog steeds niet. Wij zijn tot een gruwelijke ontdekking gekomen. Vanavond komt er weer een Kardashian online. Dus die gaan we even ook kijken. En de hartstoppers. Ja, daar gaan we wel weer kijken. Dit heb je nog niet eens gezien. Ja, jongens, we zijn even in de bijenkorries. Ja, ik vind dat geel leuk, maar dat roze geen gezicht onder. Ja. Nou, wat moet ik nou weer eens gaan vertellen? Nee, we gaan even nog een beetje speuren. Ja, nee, daar om die hoek. Daar is het merk wat ik wil nu. Hopelijk, als ik iets leuks zie. Nou, niet geslaagd, maar we lopen even weer door naar een andere winkel. Ja, we komen zo vaak in. Oh, we komen zo vaak in die stad, dus het is voor eigenlijk ons gewoon niet meer nieuwe koek. Relevant. Ja. Nou, en we zitten natuurlijk weliswaar bij de Hema. Nom, 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 nom. Lekker pesto weer. Die tompoes die staat me ook aan. Precies, die kijkt van een ijskoffie. Oh, is dat goed? Ja, ik moet ook nu een heel broodje gaan eten. Ah, jongens, kijk die muziek. Oh. Jongens, sorry hoor. Ik ben echt misschien geen professionele vlogger hoor. Maar ik doe mijn best. Christy loopt altijd langs die rek en dan valt dat ze zo weer af en dan moet ze het weer oprapen. Valt niet mee, hè? Nou, kom. Ik ben dus even van plan om zo'n AirTag te kopen. Zo'n dingetje die je dan kan tracken en tracen op je telefoon. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet of je dat begrijpt. Ja. Nou, ik heb nu een AirTag, zo'n ding. Ja, Crocs, leuk. Wauw. Deugen, wat wow. Oh, ze zit een soort van meelvoren met de ET. Kijk!
Hondenbroeken, Chris. Roekoe. Ja, een beetje alleen. Het zweetje, dat staat me in mijn naad. Nou, we lopen nu op ons gezellige plein. De Millers. Zo heet het niet. Zo'n tentje. Maar plein. Zo heet het plein. We zitten even na te denken wat we willen eten. Maar ja, ik ben best moeilijk. Was jij wou dan weer naar Brechtje, waar we toen laatst uit eten waren? Ja, maar anders. Ergens anders. Maar dan een andere plek. Maar ja, weet je, dan heb je weer hetzelfde in je smoel. Weer datzelfde plateauotje. Je kan ook soep nemen als lekker voorgerechtje. Ja, dat moet. Er is niet zoveel. Nou, dat is niet waar. Nou, zij willen bij Brechtje eten, dus dan gaan we daar maar heen. Dus even eten. En daarna naar het bevrijdingsfestival. En daarna... Naar huis. Kardashian kijken, absoluut. Ik zet gelijk mijn bril, want ik voel me helemaal Kim. Wij waren vroeger echt sloot van maten gewoon. En het leuke is, ik heb die oude vlogs nog allemaal. Ik had zelf nog watersportjes gekocht. Ja, wij zwommen altijd vroeger in de sloot, jongen. Nou, het festival luidt helemaal in de Malieveld. Oh, doe dat! Ja, want op Malieveld daar achter is dus het festival. En dan gaan we lekker dansen. Yo, yo. Duimpje. Nou, Chrissy, ik mis gewoon van jou echt nog een duim. Op de vrijheid. 5 mei bevrijdingsdag. Nom, 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 nom. Bedankt. Wat bedoel ik nou? 5 mei, 4 jaar geleden. Ik denk zo in die pootjes strubbelen. Oké, jongens, we hebben lekker gegeten. En we hebben het zo naar ons zin gehad. En wij gaan nu naar Bevrijdingsfestival 2022. Nou, het is echt weer super gezellig hier. De muziek is vreselijk, maar het is weer waanzinnig. Gezellig ook allemaal. Zo vier je toch een beetje de vrijheid. Het is ook super mistig. Kijk, je ziet die torens niet eens meer. Ja, ik heb het echt naar mijn zin hoor. Bettina ook. Ja, free us! Free us! Wij zijn vrij! Hey! Jongens, het is echt vuurbrand! Het is echt een vuurbrand! Ik weet dat het heel. Nou, we gaan weg. Maar ja, het is meer van. Ja, het is niet zo. Het zijn allemaal zulke leuke artiesten. En ik ken ze allemaal niet. En ze zitten eigenlijk. Ze zingen niet eens. We springen maar een beetje in de ronde, maar de vibe is er in ieder geval wel. Maar wij gaan lekker naar huis en dan gaan we lekker... Wat gaan we kijken? Ja! We doen het toch voor de vrijheid. Ja. Ze hebben hier ook allemaal lekkere snackcorners waar je lekker kan snacken. Chocolade kaal. Oh. Maar je hebt allemaal lekkere snackcorners. Kan je wel lekker eten, nog een hele steak en een burger. Ah, ik zit bomvol. Ik ook. Van Brechtje. Jongens, kijk die ballonnen. Ik wil een ballon. Oh, het gaat regenen. Het gaat regenen. Oh, nu gaat natuurlijk iedereen weg. We staan weer een uur in die parkeergarage. Nee, we moeten echt gaan nu. Want wij staan hieronder, is de parkeergarage. Maar het is natuurlijk super druk. Dat iedereen wil nu weg. Je moet echt opschieten, want die parkeerhuis wordt helemaal exit. Nee. Kijk hoe hard je gaat! Ja, je zou er maar in zitten. Nou, wij zien jullie gewoon oud vertrouwd op de bank. Ja, ik ben zo erg, hè. Wij wouden gewoon eigenlijk heel snel naar huis. Maar ik zei, kom even naar de supermarkt voor de fun, voor de vibe. En natuurlijk gaan wij dat doen. Man! Dit is open. Tuurlijk! Het is 5 mei. Oh!
Ja, hij is open! Jongens, kijk, deze spek is maar 1 euro meepakken. Courtney! Kylie! Yay. Ik ben Kim, we zijn de Kardashians! Look at this table! Jongens, Kardashians! Oké, lieve allemaal, ik ben nog gezellig bij de fam. Zijn we lekker aan het tv kijken. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Of die zijn tegenwoordig niet meer blauw. Die zijn zwart. Doe een zwart duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan hoop ik jullie allemaal morgen weer te zien. Tot morgen. Don't make up your mind.